bij deze nieuwe video. Jongens, ik maak al YouTube video's voor zeker 7 of 8 jaar ongeveer. Dus dat is echt al een hele poos. Ik heb bijna elke soort beauty video die er bestaat al gemaakt. Maar één video heb ik nog niet gemaakt en dat is de pasfoto make-up tutorial video. Een aantal jaar terug is er een meid helemaal viraal gegaan omdat haar pasfoto zo mooi is en iedereen wilde weten hoe ze dat had gemaakt, hoe ze zich had opgemaakt. Maar mijn pasfoto was echt een ramp. Mijne is echt, it's a mess, it's a ramp. Ik was toen ook nog blond en het was gewoon echt helemaal niet mooi. Dus laatst heb ik een andere pasfoto gemaakt voor mijn paspoort. En ik had die dag helemaal niks anders staan. Ik moest alleen die foto maken en ik was weer gelijk terug naar huis. Dus ik heb me letterlijk alleen maar opgemaakt om die foto te maken. Ik heb me super goed opgemaakt, want ik wilde eigenlijk gewoon een keer in mijn leven een mooie, goede pasfoto hebben. En het is gelukt, jongens. De pasfoto was zo mooi, al zeg ik het zelf. Maar het is zo goed gelukt. Die make-up look was perfect voor een pasfoto. Dus ik dacht, dit moet ik jullie laten zien. Dit is echt ideaal voor iedereen. Maakt niet uit wat voor huid je hebt, whatever. Dit is gewoon echt een hele goede look voor een pasfoto. Je kunt de kleuren mixen naar jouw stijl of wat jij mooi vindt. Maar overal is dit gewoon echt een hele goede look om te maken. En jongens, je pasfoto op je paspoort in ieder geval gaat zeker 10 jaar mee. Dus het is wel fijn als je er een beetje leuk uitziet, hè? Dus vandaag ga ik jullie precies laten zien hoe ik die look heb gemaakt. Dus vind je het nu al leuk, vergeet niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn video elke zondag om 12 uur. En dan gaan we snel beginnen met deze tutorial. Ik weet niet of het jullie is opgevallen, maar sinds ik terug ben, is de kwaliteit van mijn video's iets beter. Want ik ben erachter hoe je de belichting toch iets beter kunt doen. Dus ik ben er wat meer helder, wat lichter. En ik vind het echt super mooi. Ik weet niet waarom ik hier niet eerder achter kwam. De hack voor een goede make-up look op een foto of op video is gewoon veel make-up aanbrengen. Meer dan wat je normaal doet. Als je achteraf klaar bent en je bent niet echt gewend om veel make-up op te hebben, vind je het misschien too much in real life. Maar op beeld is het dus heel mooi. Dus mocht je ooit een foto maken of je hebt een foto of een videoshoot of whatever, breng gewoon wat meer make-up op. Dus dat gaan we vandaag ook lekker doen. Ik ga voor een matte en gale full coverage look. Dus ik ga mijn gezicht eerst primen met deze geweldige primer van Olj Goulsen Beauty. Deze is zo fijn, jongens. Hij maakt je gezicht super smooth. Ik breng hem niet overal aan. Alleen een beetje op de T-zone. En hier zo bij de poriën. Ik breng hem niet overal aan, want hij is best wel glad en vettig. En dat is niet zo mooi. Kijk, hij maakt het hier instant smooth. En dat vind ik echt heel fijn. Sla ook echt geen stap over, jongens. Ik weet dat veel mensen af en toe bij een stap misschien iets hebben van, nou, dat hoeft niet per se. Is maar een heel klein verschil. Dat hele kleine verschil kan jouw make-up look maken of breken. Dus sla de primer bijvoorbeeld niet over. Ik weet dat veel mensen dat doen, omdat ze denken, het maakt geen verschil. Het maakt zeer zeker wel verschil. Dan foundation. Ik ga voor mijn Clinique Even Better Clinical Foundation in de kleur WN38. Ik ben nou op mijn lichtst, dus deze is goed. Deze heeft een medium tot volledige dekking. Als je nou geen volledig dekkende hebt, maakt niet uit. Medium is ook gewoon goed, want we gaan toch nog een aantal laagjes aanbrengen. En dan gewoon lekker je gezicht plamuren, jongens. Sla foundation niet over. Oh, hoe vaak ik vrouwen hoor zeggen, ik doe alleen maar concealer, ik doe geen foundation, want het maakt toch geen verschil. Jongens, ik zie het gelijk wanneer iemand dat heeft gedaan. Mijn zussen zei ook laatst, ja, ik doe gewoon concealer overal. Ja, dat zie ik. Als je echt een egaal gezicht hebt, wild, is foundation een must. Alleen concealer aanbrengen is niet genoeg. Ook al als je het op veel plekken aanbrengt, is het alsnog niet genoeg. Nothing beats twee lagen op elkaar. Nou heb je straks en foundation en concealer. Dus dat maakt echt gewoon een heel groot verschil in plaats van alleen maar concealer. Zo, nou heb ik een laagje aangebracht. Gewoon een dun laagje, hoeft niet te veel. Dan nu de belangrijkste stappen wat echt het verschil gaat maken. Als je kijkt naar mijn foto, je ziet dat het hieronder helemaal, oh, ik heb een haartje op mijn gezicht, dat het dus hier helemaal is gelift en verhelderd. Je wilt het hier helemaal hebben gelift, dat het echt omhoog staat voor een facelift effect. Maar je wilt het ook super, super licht hebben en heel mooi verlicht, want dat is op een foto echt gewoon heel mooi. Dus wat gaan we doen? Ik ga beginnen met een liquid blush van She Glam. Hij is echt helemaal vies, oh my gosh. Dit is in de kleur 101 Love Cake en dit is een fel roze blush. Dus ik ga gewoon echt, en ook best wel veel aanbrengen. En ook zo hoog, op een gelifte manier. Beetje waar je normaal je highlight aanbrengt. Daar breng je nu de blush aan. Dan uitblenden. Je brengt dus nog geen concealer aan. Eerst de liquid blush of de cream blush. En blend omhoog. We willen alles vandaag omhoog hebben. We willen echt een super gelift effect. Deze blush is echt spotgoedkoop en zo mooi. Dan een cream contour. Je mag ook je contour aanbrengen voor de cream blush. Dat maakt op zich niet uit. Deze is van NYX Cosmetics. De Wonder Stick in de kleur Light Medium. En dan gaan we eventjes contouren om een mooie strakke jukbeenderen te krijgen. Weet je dat ik niet heel vaak cream contour of cream bronzer aanbreng? Eigenlijk alleen maar wanneer ik echt heel extra wil zijn. Maar in mijn day-to-day looks doe ik eigenlijk gewoon
poeder, bronzer en poeder contour en meer niet. Maar dit is toch dat beetje extra om het toch nog net iets mooier te maken. En nogmaals, sla geen enkele stap over. Anders heb je straks op het einde gewoon niet hetzelfde resultaat als ik. Elke stap telt. Zo, kijk. Dat contour is echt heel goed. Dat maakt echt veel verschil. Ik heb nou ook een kleiner voorhoofd. Ik heb zo'n grote voorhoofd, jongens. Dan nu concealer. Een volledig dekkende concealer gebruiken. Ik heb hier mijn Tarte Shape Tape. Er is niks wat meer dekt dan deze concealer. In de kleur Light Medium Sand. Deze heb ik gehaald in Milaan. Bij Sephora. Dus mocht je ooit in een Sephora belanden. Ik raad hem zeker aan voor je full glam look. Ik weet dat sommige mensen hem ook voor everyday gebruiken. Vind ik hem toch wel wat heftig voor. Maar het kan wel op zich. Ik weet niet wat er met mijn stem gebeurt, maar we willen gewoon midden in de video vandoor gaan. En weer blenden. En jongens, je blendt weer omhoog. Je mag echt best wel gewoon overdreven omhoog doen. Gewoon echt letterlijk naar je wenkbrauw. Zie je dit? Doe ook altijd goed in de binnenste ooghoeken, want die zijn altijd vrij donker. Breng concealer aan op elke donkere plek die je hebt. Ik wil niks donker meer zien. Gaat ook een beetje zo over je blush heen, want dan blendt het zo heel mooi in elkaar. Wat ik dus merk is, wanneer ik begin met de concealer en dan pas de liquid blush, dan wordt de liquid blush too much. Maar als je dus andersom doet, dan gaat de concealer een beetje over de blush heen. En dan blend het zo mooi. Dan heb je zo'n mooi ombre effect. En dan is alles veel mooier in elkaar geblend. Dus dat is wel een belangrijke om te weten. Oh jongens, ik geef jullie vandaag echt veel tips. Ik zal alles opschrijven. Zo, ik vind het nu al echt heel mooi uitzien. En dan met een beetje concealer die nog op de spons zit. Ga ik ook een beetje boven mijn ogen. Dan nu ook een hele belangrijke stap die ook weer jouw make-up maakt of breekt, is de poeder. Gebruik een licht roze verhelderende poeder. Deze is van Morphe. Ook al heb je een gele huid, ik heb ook een warme gele ondertoon. Roze is niet mijn ondertoon, maar dat maakt niet uit. Ondanks dat, pak een roze, want die verheldert gewoon echt het meeste. Deze is ook echt al bijna op. Hij is echt heel erg fijn. En daarmee gaan we het nou hier nog extra liften en verhelderen. Dus dit is echt een must. Gebruik geen gele ondertoon poeder. En ook weer hoog aanbrengen. Gewoon overal waar je de concealer hebt gedaan. En het mag er best wel dik op. Mag best wel veel poeder. Gewoon echt baken. Want hoe meer poeder je aanbrengt, hoe meer kleur en dekking het ook achterlaat. Dus echt gewoon baken. Niet denken van, oh, ik breng een heel klein beetje aan, is genoeg. Nee, is niet genoeg. Beetje op de neus voor de contour. Beetje bij de keel. Gewoon op alle hoge punten je gezicht. Deze make-up vandaag is echt heel extra. Je moet er wat tijd voor vrijmaken. Heb je een vettige huid? Laat de poeder nog heel eventjes zitten. Gewoon een minuutje of zo en haal het dan af. Heb je een droge huid, normale huid, net als moi, haal het dan gewoon meteen vanaf. Want anders wordt je huid droog en dat wil je ook niet. Als je deze make-up look straks naar buiten draagt, je gaat zoveel complimenten krijgen. Dan, heel belangrijk tenminste, voor mij is neuscontour. Mind you, dat de foto recht wordt gemaakt. Dus wanneer je je opmaakt, moet je dus nadenken van, oké, ze gaan we van rechts van voren zien. Dus alles van voren moet er gewoon goed uitzien. Ik gebruik maar niks paletje. Ik gebruik deze kleur hier en deze lichte kleur straks ernaast. En dan gebruik ik deze twee kwasten. Deze zijn super fijn. Deze zijn van Morphe, van de Britney Bare Neus Contour Set. Ik weet niet of hij nog te koop is. Ik hoop het wel, want het is echt heel fijn. Dus ideaal voor een neuscontour. En dan gaan we hem best wel aanwezige neuscontour aanbrengen. Je mag echt best wel weer overdrijven. Nogmaals, het doel is dat je er goed uitziet op beeld. Hoe je er in het echt uitziet, maakt niet uit. Maar naar mijn mening is dit gewoon in het echt ook mooi. Maar ik snap dat als je niet gewend bent om veel make-up aan te brengen, dat je misschien een beetje hiervan schrikt. Ik ben niks anders gewend. Dan pak ik die gele kleur om een beetje de contour uit te blenden en een beetje voor naast mijn neus. Maar dan pak ik ook deze lichtroze kleur en dan ga ik nog extra verhelderen. En dat doe ik hier zo in de binnenste ooghoek. En in deze ooghoek. Dan ga ik heel eventjes alles in elkaar laten smelten met mijn Action Fixing Spray. Iemand vroeg laatst aan mij, wat is het verschil met deze spray midden in het proces en de spray op het einde. Deze is om echt alles in elkaar te laten smelten. Deze is best wel waterig. En op het einde, de spray op het einde, die is om je make-up goed te laten zitten. Die zijn vaak niet heel waterig. Dus die helpen niet zo goed met het in laten smelten van alle make-up als die spray van de Action. Dus vandaar dat ik er dus twee gebruik. Is heel extra, maar nogmaals, sla geen stap over. Eerst deze spray goed laten opdrogen. Jongens, als je poeder, als je bronzer gaat aanbrengen of wat dan ook op een nat gezicht, dat wordt super patchy, heel erg vlekkerig. Dat wil je echt niet en anders wil je make-up weer pest. Ik film vandaag twee video's, dus ik ben blij dat ik er dan straks bij de andere video extra mooi uitzie. Oké, ogen. Jongens, je kunt doen wat jij wilt met de
ogen. Ik heb al best wel heftige aanwezige wimpers zoals je kunt zien. Dus ik doe daar eigenlijk helemaal niks. Maar je kunt eigenlijk doen wat je wil. Voor de look maakt het niet echt uit wat voor ooglook je doet. Enige wat ik wel echt zou adviseren is wimpers, wimpers, wimpers. Als je dit kunt, doe dan nep wimpers op. Echte wimpers zijn gewoon niet genoeg, vooral niet op beeld. Ook al heb jij hele mooie, lange, dikke lasjes, echte naturel wimpers. In het echt is het misschien prachtig, maar op beeld valt het gewoon echt heel vaak helemaal weg. Terwijl dit op beeld echt heel mooi naturel lijkt. Terwijl het eigenlijk best wel heftig is. Dus ja, dat is het enige wat ik dus aanraad qua de ogen. Dan ga ik mijn gezicht bronzen. Ik ben al een beetje gecontoured slash gebronst door de contour. Maar ik ga alsnog nog in met een wat lichtere bronzer. Deze van Huda Beauty Glowish. In de kleur 0310 Light. En dan ga ik er gewoon nog heel lichtjes overheen. Het hoeft niet heel veel. Gewoon een heel klein beetje. Ook bij de wangen. En dan mag er best wel veel bij de kaaklijn voor een mooie strakke kaaklijn. Dan nog een belangrijke stap is de poeder blush. Want we gaan deze liquid blush nog heftiger maken, want dit is niet genoeg. Dus ik ga in met deze echt fel roze blush van Makeup Studio in de kleur 48. Dit is echt een fel roze mat blush zoals je kunt zien. Dus ik raad ook gelijk aan, pak niet te veel. Een klein beetje. Tik goed af en dan gewoon een beetje drukken. Dus niet vegen, maar je gaat gewoon een beetje drukken bij de jukbeenderen. Die gaat weer zo omhoog. En het mag best wel veel naar voren, want zoals ik al net heb gezegd, de foto wordt recht van voren gemaakt. Dus wat er hier aan de hand is, valt niet per se goed op. Maar wat er hier zit, wel. Dus vergeet niet om ook wat blush een beetje zo naar voren te trekken, dat je het ook goed ziet van voren. Kijk nou het verschil met hier en hier. Je ziet heel goed het verschil, hè? Nou, en dan gewoon bij de andere kant precies hetzelfde. Je mag echt best wel gewoon helemaal hier zo naar je wenkbrauw gaan. Ik heb echt super donkere binnenste ooghoeken. Dat heeft niet iedereen, dus dit is echt eigenlijk gewoon alleen maar voor mij. Maar ik ga ook nog in met deze lichte oogschaduw van Essence. Want ik vind het daar toch nog te donker. De meeste mensen hebben dat niet zo extreem als ik. Dus dit is gewoon even een extra stap voor mezelf. Dan highlighter. Ik ga in met mijn Mary Lou highlighter van The Balm. Dit is echt de perfecte kleur voor mij voor de binnenste ooghoeken en op de neus. Vooral als je je neus hebt gecontourd is dit echt een stap die je niet moet overslaan. Want dit maakt echt de contour af. Je brengt een beetje aan op de tip van de neus. Een beetje hier zo hoog. Niet een hele lijn aanbrengen, want dan wordt het te veel. Gewoon een klein beetje. Een beetje uitblenden. En dit is echt genoeg. Een beetje hier zo in de binnenste ooghoeken. Ook niet te veel. Vooral als je geen oogschaduw hebt opgedaan als ik. Breng gewoon een heel klein beetje aan. En dan ook nog een heel klein beetje onder de wenkbrauwen. Want als je een lichte kleur hier aanbrengt, dan lijken je wenkjes ook wat meer gelift. Als je wilt, breng ook highlight hier aan. Ja, ik ga dat nu niet doen. Dan de lippen. Ik hou altijd van de lippen. Lippen maken de look echt altijd helemaal af. Een beetje egaal maken. Een stap die je hier niet mag overslaan, naar mijn mening, is lippotlood. Lippotlood maakt je lippen echt zo mooi. Het maakt je lippen voller en het maakt je lippen strakker. En vooral op een foto valt dat heel erg op. Pak gewoon een kleur die jij wil. Maakt niet uit wat jij vindt dat jou staat. En in principe maakt het ook niet echt uit of je gaat voor een matte lipstick, een gloss. Dat maakt allemaal verder niet uit. Het enige wat ik hier gewoon belangrijk vind is het lippotloodje. Dus ik ga in met mijn MAC lippotloodje in de kleur Soar. Soar. Ik weet nooit hoe je het uitspreekt. Deze is net nieuw. Die andere heb ik al helemaal opgemaakt. Ik vind het echt de fijnste roze lippotlood ever. En dan ga ik in met deze lipgloss van Too Faced. Dit is de Lip Injection Maximum Plump Lip Gloss. Ik zie alleen geen kleur erop staan. Het is gewoon zo'n licht roze gekleurd. Deze heb ik gehaald bij Douglas. Ik zie geen kleur erop staan. Dus misschien is er maar één kleur. I'm not sure. Maar deze is super plumping. En echt heel mooi. Met dit lippotloodje. Deze is gewoon al bijna op, hè. Ik heb hem net gehaald en hij is al bijna op. Dan een setting spray, zodat het lang goed blijft zitten. Ik gebruik deze van niks van de Avatar collectie. Maar dit is gewoon hun normale fixing spray. Als je zoveel moeite hebt gedaan voor je make-up, is het wel fijn als het ook gewoon de hele dag goed blijft zitten. Gebruik op het einde geen glanzende spray. Je wilt niet glanzen. Dat is echt niet mooi straks op de foto. Want dan is het gewoon alsof je een heel vettige huid hebt. Nou mensen, dat was het dan. Dit is de look. Wat vinden we ervan? Ik vind het zo een mooie look. Niet alleen per se voor een foto, voor een pasfoto. Maar ook gewoon heel mooi voor naar een feestje. Of als je gewoon wat meer effort wilt steken in je make-up. Ik vind het echt heel mooi. Wanneer ik wat extra tijd heb, doe ik dit ook gewoon vaak. Dus ja, I love it. De lippen ook. Oh, deze lipgloss brandt gewoon helemaal lippen eraf.
Hij is zo mooi. Ik hoop dat jullie iets hebben gehad aan deze video en aan al mijn tips en tricks. Heb je nog vragen? Heb jij misschien nog tips? Laat het allemaal achter beneden in de reacties. Dan kunnen we met elkaar kletsen en met z'n allen onze make-up skills verbeteren. Mocht je deze look nou gebruiken voor jouw pasfoto, stuur mij zeker even een DM op Instagram of waar je ook wilt. Want ik ben heel benieuwd naar jullie resultaten. Maar ik weet zeker dat jullie er allemaal top uit gaan zien. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's die je kunt gaan bekijken en mijn gezicht hier om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!